Hey, ik ben je Paul en in deze video wil ik jullie graag laten zien hoe je aan de slag kan met nieuwe samples. Zoals ik in de vorige video al zei, we hebben een core library die standaard wordt meegeleverd met de installer van Ableton Live. En in die core library zitten al een aantal um, samples en presets en die kunnen we allemaal vinden in onze browser. Nou heb ik nog steeds mijn Windows computer hier, um, al zal dit proces behoorlijk vergelijkbaar zijn. Um, dus ik zal het meeste op mijn Mac laten zien. Goed, ik kijk hier dus even naar de browser hier links in beeld, want daar vinden we al het materiaal wat we gaan gebruiken in onze video's en tijdens het maken van muziek natuurlijk. Goed. De allereerste dingen die we hier zien zijn categorieën. En wat die categorieën precies inhouden, daar komen we later nog wel op terug. Maar laat ik eerst heel even naar packs gaan, want ik zie hier dus een pack genaamd de Core Library. Nou, die Core Library die kan ik uitklappen en dan zie ik hier bijvoorbeeld devices zoals audio effecten en ik zie hier bijvoorbeeld samples. Dus hier staan een aantal drum loops staan hierin, maar ik hoef niet per se deze pack te openen. Want um, ik zal hier even het koptelefoontje indrukken. Dan uh, stopt die preview met spelen. Want zodra je dus een sample selecteert, begint hij automatisch te spelen. Wanneer dat koptelefoontje hier blauw is. Um, goed, dus die heb ik weer even uitgezet en weer aan. Zodat hij de volgende keer wel weer gaat spelen. Maar om even terug te komen op mijn verhaal. Um, die samples hier, ik hoef eigenlijk nooit die core library uit te vouwen, tenzij ik specifiek iets uit die core library wil hebben. Maar alles wat in die core library zit, die staat dus ook automatisch hier gecategoriseerd in de browser. Dus alles wat hier in die pack zit, kan ik hier in verschillende categorieën terugvinden en zelfs makkelijker terugvinden daardoor. Um, dat is dus eigenlijk de standaard pack die wordt meegeleverd, maar met een live intro licentie zit daar nog een andere pack bij. En die kan ik hier meteen in de browser kan ik die downloaden. Dus als ik de core library even invouw, staat hier inderdaad one available pack. Die kan ik uitklappen. En dan staat daar chop and swing. En daarna staat een pijltje naar beneden en de grootte van dat bestand. 1 gigabyte. Dus als ik hier op het pijltje druk, dan begint die pack met downloaden. En vervolgens, als dat eenmaal klaar is, dat downloaden, dan kunnen we die pack installeren. En dat betekent eigenlijk dat weer zo'n ingepakt bestandje wordt uitgepakt en dat al die samples weer automatisch worden gecategoriseerd in onze browser. Goed, hij is klaar. Ik druk op install. En dan zien we hier even een uh, laadbalkje om te laten zien uh, hoe ver die is met installeren van deze pack. En stel je hebt een live standard of live suite, dan heb je nog meer packs die je op deze manier kunt downloaden en installeren. En op die manier kun je dus je geluidsbibliotheek eigenlijk um, verder uitbreiden. Zo, zodra die installatie voltooid is, dan zien we hier rechts in beeld nog wat informatie over die, uh, over die pack. En hier aan de linkerkant uh, in de browser, daar staat dus nu ook Chop and Swing erbij. We hebben nu ineens mapjes hebben die we uit kunnen klappen. Dus dit zijn allemaal drumkits bijvoorbeeld. En diezelfde drumkits. ik kan hem even inklappen. die zal ik ook hier nu bij drums kunnen vinden. Dus hier staan bijvoorbeeld alle presets van drumkits. Van alle packs die we hebben geïnstalleerd. Um, bij sounds staan alle presets voor alle andere instrumenten. Dus niet voor een druminstrument, maar juist voor uh, synthesizers van Ableton Live bijvoorbeeld. Dus hoe meer packs je installeert, hoe meer presets en samples je krijgt. En ik zeg samples, dus laten we daar eens heel even naar kijken. Hier zo, ook in de categories, hier staat dan samples. Hier heb ik dan een hele lange lijst met allemaal samples. En stel nou dat ik alleen maar een kick sample bijvoorbeeld wil vinden. Ja, dan kan ik natuurlijk helemaal naar beneden gaan scrollen naar kick. Of ik kan hierboven in de zoekbalk, kan ik kick intypen. En dan krijg ik alle bestanden waar het woord kick in voorkomt. Dus dat is een snellere manier om, dus ja, om de juiste samples uh, te vinden. Goed. Dat zijn dan de packs die bij Ableton Live horen. Die kun je natuurlijk ook nog zelf kopen via de website van Ableton.com. We hebben een speciale webshop waar je nog meer packs kunt kopen en die worden dan aan je account gekoppeld. En vervolgens kun je ze dus hier in live meteen downloaden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog andere opties. Het kan zijn dat je zelf samples hebt op je computer staan of dat je die van een andere website downloadt of koopt. Dus laten we eens kijken hoe we die uh, kunnen gebruiken in Ableton Live. Ik heb hier bijvoorbeeld een website, Looperman. Uh, daar kun je allemaal gratis samples downloaden. Dus dan heb je hier bijvoorbeeld Loops and samples. en Samples. En dan kun je hier een aantal filters instellen. Uh, dus bijvoorbeeld een bepaald genre. En dan krijgen we hieronder krijgen we een lijst te zien met samples. En dan kun je op Play drukken. En als je die sample dan tof vindt, dan kun je inloggen. Dan moet je dus wel even een account maken op de website. Maar dan kun je vervolgens die sample gratis downloaden. Als je die dan eenmaal hebt gedownload, dan moet je natuurlijk dat bestandje moet je ergens in kwijt kunnen. En uh, dat moet je over het algemeen natuurlijk in een mapje doen. Dus we kunnen hier in live kunnen we zeggen add folder. En als we daarop drukken, dan opent uh, de Finder zich. En dan kan ik hier dus. Aangeven, stel ik heb een map op mijn desktop folder en die noem ik dan samples. Dus ik klik op nieuw folder, dan vul ik de naam in, druk ik op create. En dan kan ik daar voortaan al mijn eigen samples die ik zelf van het internet haal of zelf opneem zelfs, zou ik die in deze map kunnen zetten. Nou dan selecteer ik die map en dan druk ik op open en dan wordt vervolgens die map dus hier onder places dus niet onder categories, maar onder places wordt dan onze eigen map toegevoegd. Dus daar zou je dan voortaan altijd je eigen samples die je zelf van internet hebt gehaald, euh, zou je die daar kunnen terugvinden en meteen je project inslepen. Op Windows werkt dat eigenlijk hetzelfde. Uh, hier onderin hebben we ook een add folder knopje. Alleen dan zien we natuurlijk de Windows Explorer, dan ziet het er allemaal net even iets anders uit. Maar dan zou je ook bijvoorbeeld op de desktop zou je een mapje kunnen maken... De rechte muis, dat doe ik dan nu, en dan hebben we hier folder, die zou ik dan ook samples kunnen noemen. En dan zou ik daar voortaan dus alle bestanden die ik download, kan ik in die samples folder zetten. En dan selecteer ik die folder. En dan komt die hier onderaan in mijn lijstje van zelfgemaakte mappen. Dus je ziet hier inderdaad op mijn Windows computer heb ik nog meer mappen staan met allemaal bestanden daarin die ik vaak gebruik tijdens het muziek maken. En onderaan komt nu die samples folder erbij. Als ik hem ingedrukt houd met mijn muis, dan kan ik hem ook nog ergens anders in die lijst plaatsen. Dus dan kan je zelf de volgorde bepalen en de meest belangrijke bijvoorbeeld bovenaan zetten. Goed, dat was het eigenlijk wel voor deze video. Ik hoop dat het geholpen heeft. Als je vragen hebt, stel ze gerust in de comments. En tot de volgende video. Doei!